Twee beginnen. Mijn linkerbeen. Ja. Hier vaststaan. Ja. Dan daarop gaan staan. Nou, tel het maar. Dit zit beter. Oh, die kan ze beter. Leuk dat je kijkt naar deze video. Wij zijn vandaag op Paleis Noordeinde. En ik zit nu in de koets. En ik vind hem wel erg lekker zitten. Hier zit dan de koetsier volgens mij. Net die andere. Oh nee, hier zo. Dat hij nog wel een beetje rechtop blijft zitten. Als het netjes. En hier zit de andere zo. Als jullie ook kaartjes willen hebben. En hier ook bij dit geweldige. Ja, hoe moet ik het zeggen? Paleis willen kijken bij de stallen. En dan zijn er nog kaartjes en dan kunnen jullie beneden in de beschrijving kunnen jullie kaartjes kopen. Nee, niet kopen, vinden waar je ze kan. Ja, dan kunnen jullie vinden waar je ze kan kopen. Dit zit echt lekker. Hey, weet je wat ze hier ook hebben? Kijk eens, wat er daar in de lucht hangt. Dat zijn letters. De X. Dat is handig. Hoezo? Nou, op de Maleisië hebben ze dat niet. Dan ben ik altijd op zoek, waar is die X? Waar is die X? En daar hangt die gewoon. Daar. Tadaa. De X. Ja, we zijn nu dus in de binnenbak. Of de binnenpiste. Het zal vast een chique naam hebben. Ze hebben er nu koetsen neergezet. Maar ja, ik neem eigenlijk wel aan dat op enig moment hier gewoon paarden rondlopen. Achterbergbodem. Nou, die leg je niet neer als je hier geen paarden hoeft te rijden. Zometeen krijgen we daar een introductie. Gaan ze van alles vertellen over regels en wat wel en niet mag en wat je wel en niet kunt zien. Nou, en we hebben net bedacht dat als je hier dan rijdt, dat er weinig wedstrijd is. Omdat je dan namelijk niet tegen iemand kan rijden. Dus dan zit daar, die paar mensen die dan meedoen, zit daar de jury. En dan kan je daar nog meekijken naar het proefje. Dus op zich, het is wel heel cool hier. Dus fijn voor de paardjes. Dit zijn de meer dagelijkse rijtuigen waarmee getraind wordt. Schrik daar bij het buitenbak, jongens. Ja, die zijn groot. Hallo. Ik wil wel even aandacht van jou. Vind jou wel leuk. We hebben alleen mannelijke paarden in de stal. Merendeels ruin, er zijn wat hengsten onder de vriezen. Achterop in de boxen staan de namen met daarboven het jaar waarin ze geboren zijn. Dus er is eigenlijk best wat informatie op en rond de boxen te zien. Vader, de moeder, de vader van de moeder en ook wat ze te eten krijgen. Echt smederij, jongens. En de echte koninklijke hoefsmid. En jullie mogen gewoon je bank gaan. Jij gaat naar Hoi. En dat heel hard. Waarom zijn hier eigenlijk geen medisch? Nou, dat heeft twee redenen. De eerste reden is dat we ook hengsten hebben bij de vriezen. Ja. Nou ja, hengsten en merries, dat gaat niet samen. Nee, dat is niet heel fijn. En merries hebben natuurlijk, ja, sommige merries zijn gewoon heel rustig. Maar sommige merries hebben we eens in de 3 weken zijn ze dan misschien een beetje meer vervelend. Ja. En dat hebben wij eigenlijk niet nodig. We hebben hele brave paarden nodig. Dus vandaar. Wat doe jij hier? Ik ben koetsier, net als mijn collega. Ja. En eigenlijk houdt het in dat we alles doen. Dus we zijn wel koetsier op de koetsen of de rijtuigen. Maar we mesten ook de stallen uit 's ochtends. We poetsen en wassen de paarden, we scheren de paarden. Voornamelijk doe ik het toiletteerwerk hier bij de Gelderse. En we poetsen tuig. Het echte demigala en gala tuig, dat wordt gepoetst door iemand. En het kopertuig, dat poetsen we zelf. Nou, misschien is het wel leuk om te vertellen dat de boven zie je de namen. Oh ja. Yeah. De namenbordjes. Het mooie is dat de prinses hier de namen verzint van de paarden. Dus onze oude koningin.
En dat doen we door middel van als de paarden binnenkomen, gaan we eens kijken of ze geschikt zijn voor ons werk. Zo ja, dan maken we een mooie foto van de zijkant en van het hoofd. Die sturen we dan op en dan gaat de prinses de naam verzinnen. Oké. Okay. Dat is dan de prinses Beatrix. Ja. En die doet dat altijd al? Ja. Kijk, tegels, zo, tegels. En die worden dus gewoon elke week gezinkt. Of met een spons gedaan, maar in ieder geval schoongemaakt. Dus je hebt een hele schone box. Ja. Hallo, schat. Gaat het goed? Ja. Kijk, en hier hebben we bordjes. En daarop staat dan wie die is. Dat wordt dus verzonnen door prinses Beatrix, Rocco. Ik neem aan vader en moeder, of andersom, dat weet ik niet. En dan hier weer de vader, denk ik. Of moeder, weet ik ook niet. Wat ze eten. En nog meer wat ze eten. Maar het zijn wel handige dingetjes, want die hebben we ook op Ermelo. Dan kan je het gewoon wisselen. Die zouden we op de meneer shop moeten hebben. Ga je mee naar de Friese, Tess? Anders hebben we geen Friese hier. Dag, staat. Ga je maar staan met eten. Oh, is het zo beter? Ja. Hallo. Hallo. Ja, hi. Dat is een siraf. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar ik heb niet te eten, schat. Nee. Hallo. Is dit ook het grootste paard? Ja, dat denk ik wel. Op deze. Dat zou ook niet kunnen. Eros. Maar we hebben ze niet aangehouden. Eros Ramazotti. Het zou vast een andere Eros geweest zijn. Nee? Ja. Zijn dat gewoon. Maar even naar de kussen, hè? Ja, de beste van de zijn allemaal links. Oké. Okay. En de naam worden ook door de dat is het bewust gaan zijn gemaakt. Nee, nee, in principe, vriezen zijn gewoon makkelijk. Dat is mijn nieuws. Dus dan is het vaak gewoon een taart. Ja. Voor ons... De zonnebank. Infrarood schip in handen. Zo slaap ik hoor. Oké. En was het al niet koud? Maar het is wel lekker op paard. Ja, we kunnen gebruiken voor de test. Dit is onze dagelijkse tuigage. Dit moeten wij dus ook zelf onderhouden. Voor de gala-tuigage hebben wij een vaste poetsmanier, zeg maar. Ja. Hoeveel uur per dag ben je nog bezig met poetsen? In principe is het zo dat wij proberen 's ochtends al de paarden te trainen. En dan is de middag voor het verzorgen van de paarden en het poetsen van het garage. Ja. Dus je doet het niet gelijk als je klaar bent met rijden? Als er tijd voor is wel, maar over het algemeen is het zo dat we toch wel de hele ochtend tot een uur of één bezig zijn met rijden. En dat de middag echt wel benut wordt voor het poetsen. Maar er zijn nu twee paarden aan het rijden, volgens mij. Of dus zijn er gewoon een paar. Die Simons zitten daar ook gewoon. Nee, dit is zeg maar een rustige periode. Rustig, maar in ieder geval voor Prinsjesdag hebben we dus de tijd om de garage te laten repareren. Dus daarom zie je een aantal lege plekjes. Ik zag ook een lege box, of ik kan me voorstellen dat niet altijd als. Nou, wat we ook doen is dat we paarden zeg maar, die het nodig hebben eventjes een tijdje op het land zetten. Dus die zijn eventjes met vakantie zeg maar. Oh, leuk. Lekker. Ja. Doen ze bij de Spaanse rijschool ook? Doen we in landelijke eigen garage zetten. Hallo schat. En deze is. Deze is echt niet aardig. Deze heeft nog geen naam gekregen. Oh. Die is nieuw. Die is nieuw. Hi schat, hoe is je? Hoe is het? Hoe ga je? Ja, is deze lief? Deze is heel lief. Deze is ook eigenwijs, ben ik ook. Hoe heet deze? Deze. Je bent ook nog niet zo oud, hè? Je bent 8 jaar. Je bent ook niet 28. Zo van voor je maag. Terwijl je dat ik groeien bent. Siebert. Ja! Ja, nou een lik. Dank je. Zo. Hij doet het erom. Schitterend. Nou. Wanneer gaat de paarden zoveel? Hè? Hij vindt het gewoon niet leuk, joh. Oh. Nu wel eens grappig. Ja. En dat is het dan ook. Hé, gaat. Oké. Okay. Hij gaat echt heel veel. Gaat hij heel veel? Ja. Ja, je gaat heel veel. Ja. Je bent gewoon moe. Je moet s'avonds meer slapen. Ja, jongen, jongen.
wat een gekoel zeg. Nee. Zo, dan krijg je een grote lik op je gezicht. Pik weer. Oh, je bent zo braaf. Ja. Ik heb nog grapen. Ja. Kijk, je moet gewoon op zijn neus heen kietelen en dan gaat hij grapen. Ja, bijna. Ja, hij bleef er nog zorg van. Oh, niet bijten. Oh, je bent nog stout. Zit het te bijten? Kijk. Zo. Zou je tanden in je lijf staan? Zullen we meer afstand houden? Ja. Dan word ik hoofdafdeling paardenkoelen. Iemand heeft net een koekje opgegeten. Ja, precies, net binnen de koek. En waar één koekje is, zijn vaak meerdere koekjes. Twee. Oh. Ik heb een paard net gezien. Ja. Normaal staan hier auto's. Ja, hij steekt ook zo'n pakkie. Ja, gaat ook in een pakkie. En welk pakkie heeft zij? Ik weet niet welk pakkie zij heeft. Pakkie van bijrijder. Is dit een toet? Wat heb ik nou met jou, Skaffer? Nee, helemaal niks. Maar wie komt er nou aanrijden? Oh, kijk, het is Tessa. Tessa, je mag hier niet parkeren. Kijk, je hoeft het alleen zo te doen. Wat is het gaspedaal? Wat is de rem? Nou, probeer maar. Ja, een handrem eerst nog. Hoe kan jij ook nog even in de jeep zitten? Nee hoor, dank je. Kom naast me. Oh, oké. Okay. Oké. Dat past makkelijk. Je huis vast. Ik zal niet in te stoppen. We hebben ook nog een achter. Nee, daar ga ik. Kom maar, wacht even. Het is geen paard. Niet eruit vallen, hè? Zo. Oké. Okay. Gaan we heen, Tess? Maar wie komt daar nu weer aanrijden? Oh, die parkeren hier zomaar in het paleis. Hey, dames, jullie mogen hier niet parkeren. Nee, waarom niet? Helaas. Is hier geen parkeerterrein? Ja, eigenlijk best wel ruimte zat. Nou, en? Wil je nog even naar de trailer en de vrachtwagen? Ik zie een auto met een trailer en een limousine. Kijk, daar zat de trailer. Voor op school is het lekker. De koninklijke trailer. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef je een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet hier beneden niet te kijken of er nog kaartjes te koop zijn, want daar kan je ze vinden. Hier beneden kan je ook op de rode knop klikken om te abonneren. En vergeet niet gelijk om op het belletje te klikken. Nou, tot de volgende keer. Doeg!